Bij het amateurvoetbalgala van vrijdag wordt ook aandacht besteed aan de talenten van de regio. Een van de genomineerden in deze categorie is Roy Nijenhuis, die sinds dit jaar speelt in het eerste elftal van SV Blauw-Wit. Het voelt eigenlijk wel goed. Het is wel gewoon een hele eer om genomineerd te zijn voor dit. Ik heb niet heel veel gespeeld in het seizoen. Dus ik vind het wel heel leuk eer dat ik genomineerd ben. Ik sta links voor. Ik ga er meestal op snelheid langs. Daar moet ik het echt van hebben. Want als ik niet op snelheid langs ga, dan word ik wel neergeschopt. Dus dit is mijn eerste seizoen het eerste. Ja, het is wel een grote stap geweest vanuit A naar 1. Dus wat grotere jongens, oudere jongens. Dus niet echt je eigen leeftijdscategorie. Moet je wel even mee leren omgaan. Maar het gaat wel goed. Volgend jaar ging de treffers. Oké. A1, stapje hoger. Weer bij mijn eigen leeftijdscategorie. Hoeveel kans maakt hij volgens zichzelf? Ik hoop veel. maar ik schat de kans niet heel hoog in. Maar het zou leuk zijn. Ik heb genoeg stemmen. Dus we gaan het zien. Ik heb wel mijn concurrents gezien. Ik ken ze niet. Ja, ik ken er eentje. Die ken ik bij naam, maar niet bij. Ja, verder ken ik hem niet. Maar ik denk, ik zie het wel. Met goed voetbal kom je er toch altijd. Hè? Ja. Dus ik denk dat ik het goed gedaan heb.